Ja, collega's, iedereen weet dat mensen met een handicap dat die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. En het is voor hen ook heel moeilijk om de tegemoetkomingen waar ze recht op hebben, om die ook aan te vragen. En als iemand met een verhoogde kinderbijslag omwille van zijn handicap 21 wordt, dan moet hij vandaag de dag een hele administratieve mallenmolen doorgaan om zijn aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming om die te doen. Ten eerste moet men dan online een aanvraagformulier van de FOD, van de Federale Overheidsdienst, invullen met zowel administratieve gegevens als een zelfevaluatie van de zelfredzaamheid. Ten tweede, bij de ontvangst van zo'n formulier zal de FOD contact opnemen met de behandelende arts om de medische informatie van de persoon met een handicap op te vragen. De arts ontvangt die vraag via zijn mailbox of via een brief met de post. En dan moet de arts de informatie uit het globaal medisch dossier van zijn patiënt toevoegen aan het elektronisch formulier van de FOD, of moet hij dat via de post aan de FOD bezorgen. En om zeker te zijn dat de arts de gegevens bezorgt aan via de post, neemt de dienst, eigenlijk de FOD-maatschap, de FOD DG HAN, tegelijkertijd ook via de post contact op met de persoon met een handicap, met de vraag om zijn of haar arts op de hoogte te brengen van de aanvraag, zodat hij of zij de nodige gegevens kan aanleveren. De FOD gaat dan ook nog na of de persoon met een handicap voldoet aan de voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen op basis van de medische en administratieve gegevens. Meestal is dat ook het geval. Uit de gegevens die we nu hebben gekregen van DG HAN blijkt eigenlijk dat slechts 17% van de mensen niet in aanmerking komt. Hè. En dat deze evaluatie kan dus gebeuren op basis van papieren stukken, maar in sommige gevallen nodigt de evaluerende arts van de FOD de persoon met een handicap uit voor een onderzoek. En dan, tenslotte, wordt er een beslissing genomen die dan wordt geregistreerd in het dossier en dan wordt de persoon in kwestie op de hoogte gehouden. Dit maar even om aan te tonen dat er toch heel wat stappen zijn om dat aan te vragen. Dus jaarlijks zijn er nu om en bij de 15.000 mensen met een beperking die een verhoogde kinderbijslag ontvangen en dus op hun 21ste verjaardag waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, ook in aanmerking komen voor die federale tegemoetkoming, zij het ofwel een integratietegemoetkoming en ook een inkomensvervangende tegemoetkoming of één van beide. Maar uit cijfers van onze administratie blijkt dat maar liefst 1 op de 4 mensen met een handicap die aanvraag vandaag niet doet. En dat is voornamelijk omdat men niet op de hoogte is van het bestaan van dat recht. Men weet niet dat men daar recht op heeft, dus vraagt men het niet aan. Hè. Of het is ook omdat de aanvraagprocedure, zoals ik reeds geduid heb, veel te ingewikkeld is. Deze maatregel, die we vandaag dan ook goedkeuren, dit automatisch onderzoek om te zien of dat mensen met een beperking of dat zij recht hebben op een uitkering, is dan ook geen overbodige luxe, maar echt een noodzakelijkheid. En dat merk ik ook op het terrein. Op de sociale diensten van zowel ziekenfondsen, maar ook van verenigingen, tal van verenigingen voor mensen met een handicap, krijgt men heel vaak mensen over de vloer die niet of onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten of zelf het initiatief om zo'n aanvraag te doen, dat ze dat zelf niet kunnen doen. En Herman Janssens, dat is een stafmedewerker van de KVG, Katholieke Vereniging Gehandicapten, die ondervond zelf aan de lijve, dus heeft hij dat ondervonden. Want bij hem was het zo, hij vroeg pas een tegemoetkoming aan toen hij 24 was. En ik sta mij toe om hem even te citeren. Ik had dit al kunnen doen toen ik 21 jaar werd, maar als student wou ik zo weinig mogelijk met mijn handicap bezig zijn. Ik was bezig met mijn studies. Mijn ouders waren van mening dat ik er geen recht op zou hebben, want ik woonde nog thuis. Ik weet ook niet hoe ze aan die foute informatie zijn gekomen en ze vonden het ook beter dat ik een inkomen uit arbeid zou verwerven. Maar het een stond het ander uiteraard niet in de weg. En door mijn handicap zou het nog een hele tijd duren voor ik een job vond. Ik hoorde pas over de tegemoetkomingen aan gehandicapten toen een vriend met een handicap mij erover informeerde. En dat was dus 3 jaar te laat. Deze persoon, die nu als stafmedewerker werkt bij de KVG, heeft zelf ondervonden dat hij niet op de hoogte was. Zijn ouders waren niet ongeschoold of zo. Niet op de hoogte. 3 jaar eigenlijk die aanvraag niet gedaan, terwijl het hem recht op had. 3 jaar lang verloren. Nu zegt hij dus
Aanvraagprocedures blijven voor sommige personen met een beperking en hun omgeving te lang en te complex. Automatische toekenning van tegemoetkomingen zal het niet opnemen van rechten ongetwijfeld verminderen. We zijn dan ook tevreden dat er met deze wetswijziging tegemoetgekomen wordt aan onze vragen. Aldus meneer Janssens, stafmedewerker bij de KVG. Ook uit onderzoek, beste collega's, onderzoek van de KUL, blijkt dat veel mensen met een handicap moeite hebben om hun dagdagelijkse administratie en geldzaken te beheren. 40% van de uitkeringsgerechtigden weet niet hoe ze een tegemoetkoming of vervangingsinkomen kunnen krijgen. En bovendien, u weet dat in ons land 15% van de bevolking, 15% van de Belgen met een inkomen moet rondkomen van onder de armoedegrens. Wel, bij mensen met een beperking is dat dubbel zo hoog, is dat 30,5%. Het is dus absoluut geen overbodige luxe dat we vanuit de overheid ook dus voortaan zelf zullen onderzoeken of iemand recht heeft op een uitkering. En zeker als we dit doen voor de zwaksten in onze samenleving, namelijk mensen met een beperking. Het parlement, en dat is er juist ook gezegd, het parlement besliste inderdaad reeds in 2007, 6 maart 2007, dat dit recht op die uitkeringen eigenlijk automatisch moest onderzocht worden. Maar het koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding moest bepalen, bleef altijd uit. We zijn 13 jaar later en dat KB was nog altijd niet genomen. Dus daarom heb ik het initiatief genomen om dat via een wet te regelen. En dus deze wetswijziging die nu voorligt en die we, en ik ben daar blij om, met een zeer ruime meerderheid, behalve dan onthouding van één fractie, van de N-VA-fractie, maar voor de rest heeft iedereen in de commissie daarvoor gestemd. Ik ben heel blij dat we er nu voor kunnen zorgen dat er eindelijk een automatisch onderzoek komt op het recht op een uitkering voor mensen met een handicap die 21 worden. In het nieuwe systeem zal de administratie, DG HAN, de rechten op een uitkering onmiddellijk onderzoeken en dit nog voordat de persoon 21 wordt. Men zal dit doen op basis van gegevens die men krijgt van de deelstaten vanaf het moment dat die 20 worden. En dat zijn er op dit ogenblik om en bij de 15.000 per jaar. En zo laat men geen kostbare tijd verloren gaan en kan men op tijd beginnen met het onderzoek en zien of dat de betrokkenen recht heeft op een uitkering. En kan er dus eigenlijk onmiddellijk ook, van zodra men 21 is en geen verhoogde kinderbijslag meer ontvangt, dan kan men onmiddellijk de andere uitkering geven of de twee andere uitkeringen, namelijk de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming. DG HAN zal daarvoor zorgen met een brief. En het is ook via die brief dat eventueel mensen die absoluut geen uitkering willen, dat die dat kunnen laten weten. Maar ik denk niet dat dat er veel zullen zijn die zeggen ik wil absoluut geen uitkering. Uiteindelijk is het de bedoeling om dit wetsvoorstel, dat we straks hopelijk opnieuw met een ruime meerderheid zullen goedkeuren, dat we dit laten ingaan. Uiterlijk, ik zeg daar wel bij, uiterlijk op 1 januari 2021. Zo geven we de administratie voldoende de tijd om aan de gegevensuitwisseling te doen die nodig is met de deelstaten en om zich daarop te organiseren. Maar het kan, als het lukt voor de administratie, mag het uiteraard van ons ook vroeger dan 1 januari 2021. Collega's, met deze wet die vandaag voorligt en die we straks gaan goedkeuren, zetten we echt een stap in de goede richting. En een bijkomende stap in die automatische rechtentoekenning, ook van andere zaken. En we hebben daar inderdaad, collega, nog heel veel werk aan. We moeten dat niet alleen voor mensen met een handicap doen, we zouden dat eigenlijk ook voor zoveel mogelijk mensen doen, maar zeker ook voor mensen met een handicap. En dit mag dus zeker geen eindpunt zijn. Ik wil dan ook heel graag de collega's in de commissie bedanken die constructief hebben meegewerkt om dit te realiseren. En ik wil ook al alvast minister Muilen en haar administratie bedanken, DG HAN, die uitdrukkelijk hebben te kennen gegeven dat zij uiteraard dit wetsvoorstel mee op het terrein zullen en willen realiseren. Zowel de minister als ook de administratie. Als het van hen afhing, hadden we het al veel vroeger gedaan. Dank u wel, collega's, voor de steun straks. En ik denk dat we daar echt een verschil kunnen maken in het leven van 15.000 mensen per jaar. Dank u wel.